Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vacant Soleil, Camping Holidays. Deze week in Campingtijd gaat Saskia naar Zuidoost-Slovenië. Daar ligt camping Termešiateš op zo'n 1300 kilometer vanaf Utrecht. En mocht je niet zo lang willen rijden, het vliegveld van Zagreb is niet ver. Ja, daar is het al. Ik ben ontzettend benieuwd. Ik ben dus nog nooit in Slovenië geweest, dus laat me verrassen. En de plek waar Saskia logeert is door het gigantische waterpark ook erg populair bij de Slovenen zelf. Maar kijk nou, dit ziet er al helemaal gezellig uit. Hi! Maar eerst natuurlijk even inchecken. Good morning. I'm here for check-in. How do I say? Termešiateš? Termešiateš. Ruim 200 jaar geleden werden in dit deel van de Balkan thermale bronnen ontdekt. Daarna is Termešiateš uitgegroeid tot het grootste natuurlijke kuuroord van Slovenië. Ja, en naast die thermale baden waar mensen echt komen voor de rust en de gezondheid, zijn hier zoveel zwembaden waar je je lol in op kunt. Echt waar je ook kijkt, zwembaden. Hier, zwembad, zwembad. En dan spiek je helemaal daarachterin, zwembad, zwembad. En dan kijk je naar deze kant, nog meer zwembad, nog meer glijbanen. En helemaal daarachterin, nog een zwembad. Het is niet normaal, joh. De camping is onderdeel van een groot resort en daardoor is de infrastructuur enorm. Het is een dorp op zich met hotels, restaurants, een casino en uiteraard diverse winkeltjes. Het is toch leuk, als je iets vergeten bent, dan kun je gewoon even bij een van die winkeltjes terecht. Kijken of het je maat is en of het je staat. Helemaal leuk toch? Wat ook leuk is, souvenirwinkeltjes. Ja, ik heb natuurlijk twee kids en ik kan nooit met lege handen terugkomen. Dus even spieken of ze iets leuks hebben voor die kleintjes. Oelala. Voilà. Naast alle faciliteiten wordt er op de camping ook veel georganiseerd. Er is hier ontzettend veel te doen. Voor kinderen sowieso veel animatie, maar ook voor de volwassenen. En ik ga even slechts sportief doen, want ik ga een lesje aqua joggen volgen. Woehoe! Woehoe! Ik kan hier in de omgeving dus fantastisch fietsen, hiken, kanoën. Maar er zijn ook heel veel toffe steden die je kunt bezoeken. Waaronder Brezici. En dat ligt hier verderop. Dus daar ga ik eens even een kijkje nemen. Het zuidoosten van Slovenië kenmerkt zich door een groen heuvellandschap. Het is hier nog niet zo toeristisch en wordt daarom gezien als een van de authentiekste regio's van het land. Het middeleeuwse stadje Brezice is niet zo groot, maar heeft een leuk centrum. In de stad springen er twee gebouwen echt uit. De watertoren en het kasteel. Twee landmarks die de geschiedenis van de stad verraden. Niet alleen het gebouw is prachtig. In het kasteel is ook Museum Brezice gevestigd. De highlight is de barokke ridderzaal. Ja, dit is de ridderzaal, maar ja, mag je bij ridder zomaar naar binnen lopen of... Dit is waanzinnig. Oh, ja. Dit is wel echt de vetste manier om dit te bekijken. Zoveel te zien, zoveel details. Blijf nog even een dagje liggen. Hey, goedemorgen. Willen jullie al eens even binnen komen kijken? Ik was net bezig met een lekker ontbijtje. Even de thee inschenken. Zo, ik kan dit even trekken en dan kan ik jullie even een kleine rondleiding geven door waar ik precies slaap. Het is voor 6 personen en hier hebben we een slaapkamer met een fijn stapelbed. Hebben we hier een 2-persoonskamer. Een apart toilet. Ja, dat is toch altijd wel fijn als je met z'n 6 ergens slaapt. Nou ja, de keuken, van alle gemakken voorzien. Zelfs een vaatwasser erin. En hier mijn bed. Hier slaap ik lekker. En een badkamer. Zo, mijn
ontbijtje nog even afmaken. Lekkere kaas erbij. Kan ik dit? Ja, dit kan ik. Lekker ontbijten. Zo. En dan jongens, dit is natuurlijk het mooiste punt. Het fantastische uitzicht. Als ik nou even ga ontbijten, kunnen jullie even lekker meegenieten. En na zo'n idyllisch ontbijt is het tijd voor de grootste attractie rondom Termes Châtez. Het grootste waterpark van Centraal Europa. Hier kun je dus letterlijk je borst nat maken. Oh, als je hier toch met kinderen bent, je krijgt ze denk ik niet meer van het park af. Er zijn zoveel glijbanen, zoveel te doen. Dan moet ik er natuurlijk wel even heen testen. Ja, en kiezen is lastig met al die glijbanen. Een lazy river, een pirateneiland, golfslagbaden en nog veel meer. Nou, hier heb ik echt zin in. Er is hier dus een enorm groot spa wellness center bij. Met van dat thermaal water, lekkere warme baden. En dat is dus hier. Dit is ontzettend lekker warm water en dat komt omdat het thermaal water is. Wordt hier uit de grond gehaald. Het schijnt een helende, zuiverende werking te hebben. En het fijne is, alle zwembaden hier worden allemaal verwarmd met datzelfde thermale water. Ja, daar kun je dus heerlijk in genieten. Je wordt er jong, vitaal en fris van, zeggen ze. Ik ga even meemaken. En dat thermale water, daar hebben ze hier maar liefst 10.000 vierkante meter aan baden mee gevuld. Er zijn rustige delen om te ontspannen. Maar je hebt ook grotere baden, waar je meer de gezinnen met kids vindt. In veel van deze thermale baden kun je overigens ook in de winter terecht. You're coming home. You are the one you see. Aan al het moois komt een eind. En helaas zit ook Saskia's bezoek aan deze camping erop. Nog even genieten van het uitzicht en dan is het tijd voor de conclusie. Termes Châtez, wat heb ik hier ontzettend genoten. Het waterpark hier is fantastisch. Heb je kleine kinderen die dol zijn op water, ja, dan is dit zeker de plek waar je naartoe moet gaan. De termen, onwijs ontspannen. Eigenlijk heeft het me onwijs verrast en Slovenië zelf is een aanrader. Zo groen, mensen zijn vriendelijk. Ik kom zeker nog een keer terug.